Hetzelfde verhaal. Hetzelfde verhaal met één verschil. Dat ik niet meteen vooraf weet van ik heb geen geld. Als de boer daar aan het verzuipen is. Hij heeft geïnvesteerd. Moet ik oplossingen zoeken. En ik heb ook alleen de begrotingen van vorig jaar, 2023. Wat ik aan de recies heb. Nu moeten die aannemers betaald worden. Is er 500 miljoen. Dus, en je weet, mijn collega van Financiën heeft het bijzonder moeilijk. Hij zegt altijd tegen ons, tot de 16e van de maand moet ik sparen om die pensioenen en zo te betalen. Daarna is het sparen voor de salarissen. En als eind van de maand, laatste week, nog wat binnenkomt, moet ik die aannemers betalen of moet ik voor medicijnen betalen of andere zaken die dringend zijn. De regering heeft het niet makkelijk, moet ik eerlijk zeggen. Maar we proberen toch nog op een of andere manier, ook door te praten met die aannemers, toch even geduld. Of we doen het beetjes bij beetjes, weet je, maar in, dat ze ook hun personeel kunnen betalen, want die hebben ook onkosten natuurlijk. Dat we de werkgelegenheid kunnen blijven garanderen. Want als die mensen op straat komen, dan hebben we weer een probleem. Het is niet makkelijk, maar we moeten nog flink doorgaan met elkaar. Iedereen voelt het. De hele gemeenschap levert een bijdrage daarbij. Met allerlei subsidies die afgeschaft worden. Prijzen die omhoog gaan. Gelukkig daalt de koers. Dus ik hoop dat we versneld ook daar in ons portemonnee kunnen voelen qua koopkrachtversterking. Maar het is niet gemakkelijk in jouw.